Deze boerenpanpizza kun je een beetje vergelijken met een quiche. En daarvoor gebruik je pizzadeeg en op kooks.tv kun je zien hoe je pizzadeeg moet maken. Van de bol maak je twee delen en een derde hou je achter. En het andere deel rol je uit op een bloemstoven oppervlakte. En dat druk je dan in een ingevette bakvorm. Laat een beetje over de rand heen vallen. Dan kluts je de eierdooiers en dit vermeng je dan met de ricotta. En wanneer je het goed gemengd hebt, dan klop je de eiwitten stijf. En dit gaat dan bij het ricotta mengsel. Dit breng je op smaak met peper en zout. En dan spatel je dan goed door. Vervolgens gaat daar de mozzarella bij. De salami. En de blokjes schouderham. Voeg de parmezaanse kaas toe en spatel dit goed door. Dan heb je de vulling. Dit stort je dan in de vorm. Bestrijk de bovenzijde. Van het overige deel dat rol je uit en daar snij je dan repen van. Dat leg je in een soort van vlechtwerk over de pizza heen. De uiteinden die druk je dan wat vast met wat water. Vervolgens leg je daar de gesneden cherry tomaatjes op. En dat bestrijk je dan met eigeel. Deze panpizza bak je dan af op 180 graden gedurende 40 tot 45 minuten.